ik ga nou door met mijn verhaal. En mijn volgende zin zou zijn geweest dat dit geen politiek is die de schoonheidsprijs verdient. En dat dit ook niet iets is wat we veel vaker moeten doen met elkaar, meneer Eerdmans. Mensen willen liever zien dat we het over de inhoud hebben, dat we over de ideeën strijden, maar vooral dat we hun problemen zo goed mogelijk oplossen. En deze extra parlementaire coalitie heeft daar ook een breed mandaat voor. U heeft daar gelijk in van de kiezers. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Geweldige bewindslieden van vier partijen. En tegen de premier zeg ik knap dat u er nog zo vier staat. Als u deze twee dagen overwint, overwint u bijna alles. Nou ja, alles, veel. Dus zeg ik tegen het kabinet, ga nu snel aan de slag. De Kamer is met reces en dat helpt. Uw kabinetsploeg gaat een drukke zomer tegemoet. Het hoofdlijnenakkoord moet worden uitgewerkt om te komen tot een regeerprogramma. Dat we, zoals de minister-president een week of vandaag zei, een week of twee voor Prinsjesdag van u zullen ontvangen. En dat gaat ook in dualisme. De Kamer, de regering regeert en de Kamer controleert. Maar, zoals ik in de eerste termijn al zei, betekent dat dus ook, zeg ik tegen de minister-president, dat wij u als grootste regeringspartij ook een stevige opdracht meegeven. En dat is natuurlijk het uitvoeren van alle afspraken over asiel. Wij moeten komen tot het strengste asielbeleid ooit, zoals staat in het hoofdlijnenakkoord. En daar houden wij u aan. Verminderd doen we het niet. Dat is inderdaad de kans, meneer Eerdmans, die wij hebben om dat nu voor elkaar te krijgen. Maar er liggen nog meer grote uitdagingen. Van asiel, wat ik al noemde, tot woningbouw. Van zorg tot de veiligheid. Van de financiële situatie in Nederland met meevallers en tegenvallers tot de koopkracht van mensen en ga zo maar door. En daarom, voorzitter, wens ik de heer Schoof en zijn ploeg heel veel succes deze zomer.